Ik. Monosachi. De Oude Vries is misschien wel de meest opvallende naam in het rijtje van Friese kanshebbers op te spelen. Douwen is namelijk eerst en vooral marathonrijder. Toch riet hij heel tijd beter en verraste hij 2 weken lien toch 50 te worden op de 4000 meter. Vaar onder oren Bob de Jong. En dus is Douwen wel degelijk immen om rekening mee te houden. Sven riet gewoon heel hard en Jort en Bob rieden ik heel hard. Maar op een 4 kilometer is het ja, een gat die nog wel een keer te overbruggen is. Had ik gewoon een heel goede dag had, ja, dan kan zo'n gat nog wel wat dichtkrijgen. En het zien we het wel wat dregen, want dan is het gat iets grutter. Maar ja, het bloot rieden. Rieden is gewoon technisch. En als je gewoon een heel goede dag had, dan rekken ze helemaal perfect. Ja, dan kan je in één keer zomaar een heel seconde per rondje hut rieden. Nou ja, 24 keer een heel seconde, dat ben mooi wat secondes. Dus ja, dus het kan wel. Ja, ik ben 2 jaar ben ik begonnen met lange baan rijden. Eigenlijk weer van vroeger dingen en dat ging heel goed toen. En grote stap maken. En toen wou ik zien, ja, kan ik nog zo'n stap maken zien. En ja, dat is toch wel dreiger dan ik verwacht hier. Maar ja, het gaat aardig goed. Want voort hier had ik wat min seizoen aan. Dit hier gaat eigenlijk stikken beter weer. De Spelen Helly, dat droomt van zelfs in ieder geval. Maar van marathonrijders is er altijd een hels dilemma. Wat als de Spelen tegelijk vallen met de Alpensterrentocht? Ja, ik probeer hier altijd een beetje ontwijkend te antwoorden zien, dus dat doe ik nou ook maar weer. Nee, maar ja, het is gewoon heel... Ja, dat zoet wel weg dat de Alpensterren nou precies in die weekend zou komen. Ja, dat is gewoon heel dreig. Dus het laatst riep ze alle 2. En ja, ik wil steeds van ik ga even rond voor Elfsteen, maar ja, maakt het ik iedereen die de spelen weer er heel veel moeite voor doet, maakt het ik niet echt gelukkig, maar altijd er echt op onkomen zo. En ja, ik ken het mooitje om de hoes te gaan. Ik weet net wat voor regels er al hier of wat voor ding, maar ja, ik win liever een Elfsteen dan Olympisch goud, zo is het wel. De Elfsteen is het echt boven alles en dat is echt iets. Ja, daar ben ik al zo lang mee bezig en ja, Olympisch spelen ben ik eigenlijk nog maar 2 jaar mee bezig. Ja, Elfsteen is geweldig. Elfsteen toch dus? Ja, elk Elfsteen. Ja, klaar. Oké, dat eruit. Douwe rocht het hem benamen op de lange afstand. Maar Kramer en Bergsma binden de 2 grutmachten die ijsnet te kloppen liekje. Maar met Blokhuizen, Bob de Jong en nog wat oor-outsiders zullen er een volle strijd komen voor het laatste plak op de 5 en 10 kilometer. De laatste paar keer op Nederlands kampioenschap ben ik 6e. Dus ja, ik maak nog wat plakjes stijgen. En het gaat steeds wat beter. Ik zit wel stijgende lijn in. Dus ja, dan moeten we vast horen en zien dat, ja, dat ik erbij kom. 26 en 28 december, die Douwe de 5 en 10 kilometer. Kan hij tussen grutmachten als Kramer en Bergsma hem pleert ze vaart te spelen. Een gevaarlijke outsider, Douwe de Vries.